staan hier op het project Lingemeer. Een project dat Sunrock samen met K3 heeft ontwikkeld. K3 was al bezig met de ontwikkeling en raakte in gesprek met Sunrock, waarbij we elkaar vonden als partner om dit project verder tot uitvoering te brengen. Het is een gebied van ongeveer 200 hectare die we de afgelopen 20 jaar hebben ontwikkeld. Van een agrarisch gebied naar een natuurrijk water- en recreatiegebied. Zoals je ziet hebben we hierachter een grote zandwindplas. En die willen we graag verduurzamen. En dat willen we graag met eigen opgewekte energie in plaats van de inkoop van certificaten of groene stroom. En daar hebben we samenwerking voor gezocht met Sunrock om er ook voor te zorgen dat we echt innovatief kunnen zijn en kunnen doorontwikkelen. Dus dat we nu niet alleen kijken naar wat er nu ligt, maar ook kunnen we gezamenlijk batterijen ontwikkelen en hoe kijken we de toekomst in. En daar was een mooie match. Daar hadden we een belangrijke EPC-partner voor nodig. En die hebben wij gevonden in Isen. Isen is een partner waar we al veel projecten mee hebben gedaan, waar we weten wat we aan ze hebben. En dat konden we hier goed toepassen. Vorig jaar werden wij benaderd door onze partner Sunrock om aan dit project te gaan werken. Daarbij was cruciaal dat wij wel een garantie af wilden geven dat wij de SDE-deadline konden halen. De uitdaging was dus voornamelijk de planning om dit zonnepanelenpark op tijd af te kunnen ronden. Ja, het is best uitdagend om een zonnepanelenpark te ontwikkelen, laat staan op water. Water is heel dynamisch, dus het kan verschillen in hoogte, het vangt wind, er ontstaan golven. Er is een onderwaterleven, dus met die ecologie hou je ook rekening. Het verankeren van een zonnepanelenpark op het water, zeker op een diepte die we hier hebben gehaald van 30 meter, is al moeilijk genoeg. Daarbij wil K3 hier ook nog eens het zand kunnen winnen wat hier aan de westzijde van het park op de bodem ligt. In totaal hebben we 80 betonblokken op de bodem van het meer gelegd om het zonnepanelenpark te verankeren en dit op zijn plek te houden. En in de toekomst verwacht ik dat we voor zowel onze bedrijfsactiviteiten als voor de omgeving zelf steeds meer energie nodig hebben. En dat wij met onze gebiedsontwikkeling een mooie oplossing hebben om dat verantwoord in te passen, zodat je het landschap niet tekort doet, de ecologie niet tekort doet, maar ook genoeg megawatts opwekt om ervoor te zorgen dat we toch wel wat duurzamer de toekomst in kunnen gaan.